Wanneer het aankomt op leverage training is Bybit de absolute nummer 1. In deze video ga ik mijn review geven over Bybit en daarnaast een hele tutorial. Dus gaan we het platform met je doornemen hoe alles werkt zodat je aan de slag kan met Bybit. Hey, allereerst tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en voor als je nieuw bent op dit kanaal deel ik alles omtrent cryptocurrencies. Vaak crypto nieuws, sowieso één keer per week. Lange termijn investeren, korte termijn denk aan traden, zoals nu dus op Bybit. Platform reviews, crypto token of cryptocurrency reviews. Eigenlijk alles wat je maar wil weten komt aan bod op dit kanaal. Dus als je dat tof vindt, crypto, geld verdienen met crypto, klik dan even op die abonneerknop als je dat nog niet gedaan hebt. En like de video even. Zou ik heel erg waarderen. Deel hem met vrienden en familie als die ook op zoek zijn naar een goed platform om te traden. En dan in specifiek leverage trading of met hefboom trading. Is dit een hele goede video voor hen. Laat ik vooropstellen dat ik geen financieel adviseur ben. Dus daarnaast pas gewoon goed op met je trades. Je moet wel echt professioneel en goed kunnen traden als je met leverage gaat traden. Want kan je dit niet, ga je met leverage traden zonder dat je eigenlijk weet of niet weet wat je aan het doen bent. Dan kan je gewoon veel geld verliezen. Dus hou dat altijd in gedachten. Daarnaast is dit de eerste keer. Start gewoon met een lage leverage. Misschien keer 2, keer 5. En schaal dat gewoon op als het beter gaat. Ook om te ontdekken hoe dit nou in zijn werk gaat. Voordat ik echt ga beginnen met het platform, want dan ga ik het altijd vergeten, is als je een account aanmaakt bij Bybit, helemaal gratis via het linkje in de beschrijving, kan je tot $1600 aan bonus krijgen door gewoon je account compleet te maken, etc. En dan kan je dus gewoon met $1600 gratis gaan traden. Nou, je kan tot maximaal 100 keer leverage traden, dus het is een gratis trade van 1600 keer 100 die je kan gaan maken dan. Of je maakt kleinere trades, wat jij wil. In ieder geval, maak gebruik van die bonus. Link staat dus in de beschrijving. Het is gewoon www.cornemarchand.nl/bybit. Dus ga daar gewoon een gratis account aan maken als het je wat lijkt natuurlijk. Dus daarvoor, om te kijken of het wat voor jou is, voordat je een nieuw account aan moet gaan maken om te kijken, kun je deze video even lekker gaan volgen, want ik ga gewoon alles met je bespreken. Dus hier voor ons Bybit Exchange. Ik zal mezelf ietsjes groter maken. Bybit, je ziet hier gewoon de beginpagina, kunnen we met je doornemen. Ze hebben vaak ook acties, zo hebben ze nu ook de World Series of Trading. Had ik laatst op mijn Instagram ook al iets over gedeeld. Ik kreeg een soort care package van Bybit ook, kan ik team captain zijn. Maar ik ben dan te druk bezig, misschien dat ik dat een keer ga doen met leden van de Kryptonite. Dat we een team vormen en dat we gewoon gaan traden en voor prijzen gaan spelen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar dat is wat momenteel speelt bij Bybit. Dus als je daar mee wil doen, kan natuurlijk ook altijd, je kan andere teams joinen. Wat zie je hier op de voorpagina? Eigenlijk wat je altijd bij exchanges ziet, wat meer info. En daarnaast ook heel belangrijk, ik vind het zelf niet fijn om te traden op mobiel, dus met smartphone. Maar ik weet dat heel veel mensen dat wel doen. En Bybit heeft echt een super chille app. Hij lijkt een beetje op die van Binance, alleen dan nog iets simpeler wat mij betreft. Dus dat is misschien ook een pluspunt voor sommige mensen. Nou, we gaan gewoon het rijtje eens af bij Bycrypto. Dus je kan gewoon kopen. En dan de vraag die de meeste mensen waarschijnlijk in zich op gaan krijgen is, kan je kopen met Ideal? In eerste instantie zie je dat er niet tussen staan, maar klik je hier op euro, krijg je hier meer opties te zien. Kan je hier klikken, kan je hier, zie je dat je met Ideal kan betalen. Dus ja, dat kan via Banxa, dus duurt 20 tot 30 minuten voordat de betaling dan binnen is. Dus vind ik vrij snel als je met Ideal wil betalen en die mogelijkheid wil hebben. Je kan ook gewoon crypto overmaken of je kan betalen via een creditcard, via Apple Pay, SEPA Incasso, Mastercard, dus creditcard, etc. Dus alle betalingsopties die je waarschijnlijk wil hebben, die zijn gewoon aanwezig. Dus die kun je gaan gebruiken. Nou, dat was bij crypto. Dan hebben we natuurlijk nog de markets. Dus welke markets zijn er allemaal? Nou, dit is niet heel interessant. Op zich wel interessant om te laten zien. Alleen krijg je hier alle inverse perpetual, je krijgt de USD perpetual. Dus ik laat ze gewoon zien zometeen bij de spot en de derivatives. Kopjes als het ware. Dus als je naar spot gaat, dat is nieuw, volledig nieuw. Eerst kon je niet spot traden, alleen maar leverage trading doen. En je hebt dan ook maar 4 pairs op de USD pair, USDT pair. En dat is dus Bitcoin, Ethereum, XRP en EOS, wat je tot nu toe op spot kan traden, dus zonder leverage. Wil je Bitcoin pairs traden, dan kan je Ethereum tegen Bitcoin traden of XRP tegen Bitcoin traden. Nou, als je gaat spot traden, zou ik zeggen, Bybit is niet het platform voor jou. Want ze hebben veel te weinig trading pairs.
vooralsnog om echt fijn te kunnen gaan spot traden. Want anders kun je simpelweg alleen gaan traden op deze vier pairs. En dan moet je vaak erg lang wachten totdat je goede trades gaat vinden. Dus wil je alleen puur voor spot trading gaan, kies je niet voor Bybit, maar dan zou ik gaan voor een FTX exchange. Daar vind je ook een video van op mijn kanaal. Ik zal hem hierboven ook in beeld laten komen. Nou, gaan we door met derivatives. Dan heb je de inverse perpetual, de USD perpetual, de inverse futures. Wil je nou weten wat alles betekent, want ik weet dat mensen het lastig vinden, verschil tussen perpetual, via inverse, etc. Kun je hier gaan naar contractinfo en dan kun je van alles uitleg vinden. Dus doe dat alsjeblieft, als je niet weet wat het is, als je het wil weten. Ga gewoon even lezen wat het betekent. Ik zal eens eentje aanklikken om te laten zien, krijg je een hele uitlegpagina. Snap je het nou niet, klik je op de rechtermuisknop, klik je op vertalen in het Nederlands en dan staat hij gewoon in het Nederlands. Dus dan kun je gewoon eens eventjes gaan leren wat het nou precies betekent. Dus je hebt die pairs. Je hebt voor de inverse perpetual heb je vier pairs. Bitcoin, Ethereum, EOS en XRP. Voor USDT perpetual heb je meer pairs zijn erbij gekomen. Daar ben ik heel erg blij mee. Leverage training. Je kan zelf gaan kijken. Je hebt BNB, Cardano, Dogecoin. DOT staat tussen, Polkadot, Uniswap, Litecoin en zo gaan we nog wel even door. Ze hebben ontzettend veel pairs bijgevoegd. Daar ben ik echt blij mee. Dus er zijn steeds meer mogelijkheden om te gaan traden. Nu gebruikte ik eerst Bybit eigenlijk alleen voor Ethereum, XRP en Bitcoin. Dat is eigenlijk waar ik de meeste leverage en futures op trade. Maar nu zijn dus ook steeds meer pairs beschikbaar. En als die ook naar de spot market komen en die blijven ze aanvullen, denk ik dat ik volledig overga naar gewoon Bybit. Nu gebruik ik het dus alleen voor de hoge leverage, want dit is een van de weinige platforms waar je nog keer 100 kan traden. Nou, je hebt hier ook nog de inverse futures, die kun je zelf gaan bekijken. Future contracts heb je Bitcoin en Ethereum ervoor staan. Dus dat is dat. Je weet wat je hier ook kan traden, zonder dat je dus een account aan hoeft te gaan maken. Maar hoe werkt dit platform nou? Dat is natuurlijk ook wel fijn voor jou om te weten. En dat is ook niet zo lastig om daar achter te komen. Dus we gaan hier gewoon kijken. Je hebt hier dus, ik ga eventjes, we zitten op de spot market nu. Daar is gewoon eigenlijk alles wat je normaal ook krijgt en kan verwachten. Gewoon limit order, market order. En dit weet ik eerlijk gezegd niet. Heb ik nog niet gebruikt. Weet ik niet precies wat dat is. Even kijken. Nou, dan kan je met de quantity verkopen en de triggerprijs erin zetten. Oké. Dus in principe niks bijzonders hier aan. Maar om te kijken hoe werkt het dan met futures of met leverage, kun je gewoon simpelweg naar dat platform toe gaan en dan krijg je hetzelfde eigenlijk. En dit vind ik ook heel fijn als bij Binance, je krijgt een beetje hetzelfde, dezelfde layout. Sterker nog, als je het niet zou zien dat het op Bybit zou zijn, zou je echt denken dat het Binance is. Je ziet hier ook gewoon als je een trade hebt geplaatst straks, je ziet hoeveel, de waarde, de liquidation prijs, unrealized P&L. Active, welke er nog in staan, history, dus alles hieronder is hetzelfde als Binance. Nou, je kan hier ook kiezen voor isolated of cross. Cross betekent als je een trade plaatst van zeg 1000 euro, maar er staat 4000 op je account, dan trekt hij je hele account leeg om je liquidation prijs verder te zetten. Kies je isolated, kan je alleen die 1000 euro die je dan inlegt verliezen. Dus ik zou zeggen, ga altijd op isolated traden, tenzij je er heel zeker van bent en heel goed kan traden en dan kan je voor cross kiezen. Nou, je ziet hier, je kan leverage instellen. Keer 100 is dus de max. Ontzettend veel, ben ik blij mee. Kan je instellen voor long, wat de max is. En ook voor short. Nou, ik heb ze standaard gewoon hier op 100 staan. Maar je kan ze ook hier, als je een trade gaat plaatsen, gewoon zelf, kun je dit nog aanpassen naar, weet ik veel, wat jij zelf wil. Begin gewoon laag en ga daarna omhoog. Nou, hoe plaats je dan een order? Is ook niet lastig. Nou, de Bitcoin trade op 45.700 euro. Dus een orderprijs is 45.700 euro. Limit order, hoeveel? 2 bitcointjes. Nou, wil je met take profit en stop loss doen? Als je long koopt, klik je hier. Kun je deze nog invullen, je take profit en je stop loss. Wil je verkopen, dus shorten, klik je deze aan en dan doe je hier je take profit en je stop loss invullen. Niet zo lastig, krijg je onderaan ook weer te zien wat het precies is, hoeveel je gaat kosten en wat de mogelijkheden verder zijn. Kun je klikken op de post only. Nou, dan krijg je de order alleen gedaan als die in één keer gekocht kan worden, dus niet in stukjes. Dus wordt die alleen in stukjes gekocht, wordt de order niet uitgevoerd, klik je op post only. En kan in één keer gekocht worden, in één order, dan wordt die dus uitgevoerd. Nou, ik zet dat meestal uit. Ik vind het niet erg als die in meerdere stukjes wordt gekocht. Dan kan je open long of open short kiezen. Je kan ook je trades direct
closen. Door hier te klikken zeg je, ik wil mijn 2 bitcointjes nu closen. Close short, close long. Dus dit is eigenlijk hoe het platform simpel werkt. Het lijkt heel erg op Binance. Dus als je al gewend bent met Binance te traden, is dit appeltje eitje. Dit is het platform. Mocht je hier verder nog meer over willen weten over dit training gedeelte, laat me vooral weten in de comments onder deze video. Dan ga ik gewoon die vragen voor je beantwoorden. Maar ik denk dat je er makkelijk uit moet gaan komen. Nogmaals, wil je een account aanmaken? Linkje onder de video. www.cornemerschamp.nl/bybit. Kan je tot $1600 aan winsten, aan gratis geld bij elkaar schrapen om daar al mee te gaan traden. Plus, je hebt 0% maker fees op de spotmarkets, dus dat is ook leuk meegenomen. Nou, dan hebben we dus deze 4 gehad. Dan heb je nog de BiFi Center. Daar vind je yield farming, zoals je hier kan zien, staking pools. Eigenlijk hetgene wat je een beetje gewend zijn om je geld als het ware aan het werk te zetten. Dat kan dus ook met Bybit. Niet te bijzonder verder, doe ik niet op Bybit. Ik zet gewoon alles wat ik voor de long term heb lekker op mijn ledger. Maar goed, dat is natuurlijk aan jou. Je hebt de Help Center. Je kan er meer over leren. Nou, meer dus leren over contracten. En je hebt hier nu momenteel de World Series of Trading die gaande is. Dus daar kan je je eventueel voor aanmelden als je goed kan traden. Als je om prijzen wil gaan spelen. En dat vind ik wel leuk aan Bybit. Ze zijn heel erg bezig met de community. Bouwen continu acties op voor nou, jou en mij om te gaan traden. Om een beetje competitief te worden. Een beetje competitie te hebben. Dus ze zijn er altijd wel mee bezig. Dus wil je nou graag leverage traden of wil je gaan futures traden, dan acht ik Bybit zeer geschikt. Mocht je nou meer tutorials willen hebben over hoe je moet traden op Bybit, laat het me vooral even weten. Want volgens mij heb ik zo wel een beetje alles globaal gehad. Je wallet ziet er ook gewoon uit zoals normaal. Je kan hier zelfs videotutorials aanklikken. Maar orderplaatsen heb ik je laten zien, zowel spot als ook futures. Hoe je een limit, een market order en een conditional order kan posten. Nou, ik zou het gewoon bij een limiet en een market order houden aan het begin. Dan zie je vervolgens hier je order staan. Als die uitgevoerd is, zie je hem ook staan hier onder positions. En zo werkt het een beetje. Dan kan je je unrealized P&L optie gaan. Je kan je trade hier bijwerken, een beetje veranderen als je dat zou willen. Kun je hier nog iets meer naar rechts. Nou, je ziet hier nog je training stop, close bij een ADL. En dat is het gewoon. Dus Bybit is een hele goede optie. Ik ben heel tevreden over dit platform en ik zie ze eigenlijk alleen maar improven. Dus ik ben ook benieuwd wat de toekomst gaat brengen. Ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze video. Als dat zo is, geef even een like aan de video en klik eventjes op die abonneerknop als je dat nog niet gedaan hebt. Maak een gratis accountje aan. Ga het gewoon proberen met dat geld wat je krijgt van Bybit. Kun je gewoon trades mee gaan plaatsen. Vind je het wat, stort je wat meer geld erop en ga je serieus traden op Bybit. Let op, als je met hoge leverage wil gaan traden, zorg dan dat je de juiste kennis hebt. Ken jezelf echt goed. Ben je daar niet voor geschikt? Doe het dan niet. Nogmaals bedankt voor het kijken. En ik zie je in de volgende. Adios.